Hallo en welkom bij aflevering 88, eigenlijk aflevering 95, bijna eigenlijk aflevering 100 van Shake Geek, een Nederlandse Geek podcast. Uh, ik ben Getter Rijsdijk. Ik zit hier tegenover Melvin Emanuel. Hey. En uh, wij nemen deze aflevering op op 3-4 2021. En Melvin, zullen wij het eens gaan hebben over Falcon en the Winter Soldier? Zullen we? Zullen we? Dat, ja. <laughs> um, ja, het was weer zo ver. Het oh nee, nu... wacht even. Oh. Voor, we, voor we het vergeten. We hebben ook nog een geweldige winactie. Maar daar komen we zo meteen op terug. Oh, blijf kijken. Ja. Oh, en luisteren. Oh ja, al. allebei. Ja, ja. Maar goed, wat vond je van aflevering 3 van Falcon en de Winter Soldier? Uh, ik heb het idee dat ik elke week hetzelfde zeg. Ja. Net als met One Vision. Ah, daar misschien wat minder van. Vet. Maar ik vond deze ook vet. Ja, het... Ik vond hem... Nog verder? Ja. Nee, ik, ik heb het idee dat ik hier elke aflevering steeds iets cooler vind. Ja, toch? Ja. Het voelt echt als een film, vind ik. Het voelt echt alsof, ik daar, alsof het een film is van drie uur of zo. Ik weet niet hoe lang het uiteindelijk gaat duren. Het zijn zes afleveringen of zo? Of acht yes. afleveringen? Ja, gisteren... Ik heb volgens mij ergens gehoord dat gisteren de langste was. Drie kwartier. Ja. Um, Min 15 minuten credits en previously. Nee, want het was echt 55 minuten. Dus er gaat... Daarom denk ik, dat ja. die op 40 minuten of zo, maar ja, een, een kleine twee uur. Ja, nu komen rekenskills. Nee, erover. dit een is geen Ik denk, ik denk dat het een uurtje of drie zou zijn, maar het voelt echt, vind ik, als een gewoon een volwaardige film. Heb ik het idee. Ja. Het zou, ik zou hem ook echt, ja, goed. Daar valt ik ook een beetje een herhaling, maar ik vind het echt Captain America de Winter Soldier part 2. Nee, Captain America The Winter Soldier part 2 Civil War part 2. Part 4 yeah. of zoiets. The spin off dit is het vervolg. Ja, ja, en dit voelt nog meer als een vervolg. Ja. Ook omdat je Sharon Carter ziet. Ja. Um, spoilers voor Falcon en oh, The Winter Soldier. We zijn altijd laat met spoilers. Maakt niet uit. Um, ze al... zit ook al in de end credits. Had je trouwens gezien dat ze het heel slim hebben opgelost? De aflevering 1 en 2. Daar oh. zie je Sharon Carter al in de aftiteling. Ja. Alleen dan staat de naam niet van de actrice. Oh. Ja, dus dan krijg je zo Anthony Mackie. Uh, weet je, uh, Bucky. En dan, in keer, dan zie je haar, en dan is het even niks. Ja. En dan gaan we weer door naar uh, White Russell. Echt? Ja, oh, ik zeg het helemaal niet over. op. Ja, het zegt heel uh, um, nou graag. Naast uh, Sharon um, ook, en dat werd natuurlijk duidelijk aan het einde vanmorgen: ja, ja, ja. uh, Baron Zemo. Baron Zemo, die als een soort van Hannibal Lecter-achtige rol, ja. als de bad guy, die wordt ingeschakeld door de good guys ja. om achter de andere bad guys aan te gaan ik vond het heel cool uitgewerkt met heel ja. veel tegenzin van Velken eigenlijk ja. is bakkie een beetje nou hè, Velken hypothetisch gezien stel nou dat ja ja ja, ja. Um, en dan, dan is dat plan al lang uitgevoerd vond ik wel cool ik begrijp alleen niet hoe kwam die kaart in dat boek dat weet ik ook niet oh. dat 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 is fate dat is, ja. dat is Marvel voor je. Sommige dingen gebeuren nou eenmaal. En het maakt niet uit hoe. Vond je dat, uh, ik vond Baron Zemo heel grappig, omdat. Of, grappig, grappig, grappig. Hij had een beetje een soort van casual racism, had hij zo. Uh, af en toe liet hij dat een beetje erheen zijpelen. Ja, en dat vliegtuig. In dat vliegtuig. Want ja. het was ook weer de ervaring van de zwarte man in de jaren zeventig of zoiets. Ja, dat maar, vond ik. Zomaar, hij zegt iets <laughs> heel slims. Ja, klopt. En Felken is ook van: oh ja, dat is racistisch. Maar hij heeft wel gelijk. <laughs> ik vond ik vond zijn zijn butler ja Alfred heel grappig waar die in het Duits tegen zegt van oké nou niet in het Duits maar in whatever misschien wel Duits want hij is in het echt hij praat Russisch toch of niet ja dan zou ik zeggen het is net Marvel landtaal ja oh ja ja daar ging ze ook nog even op in hè Sokovia dat zei van nou ja ik heb jullie niet gezien bij de herdenking van Sokovia ja waar waren jullie bij het monument Um, ik vond het heel grappig dat hij tegen die, dat die butler zo: Oh meneer, wat fijn dat ik u weer zie. Oh. Ja en dat hij dan in vlieg van nou doe de reuktest en als het niet meer goed is dan geef je het maar aan hun. <laughs> dat vond ik heel ik, ik heb best wel veel gelachen. Ja, ik ook. ja, denk ja, ook ja het ja. meest om hem. Ja. Want ja, hij is ook heel beleefd. Hij komt ja. uit de gevangenis en uh, nou ik denk dat ik van onschatbare waarde ah, je mond. Oh oké, okay, sorry. <laughs> nou dat Nou, ik ja. vond het heel cool want ik dacht op een gegeven moment toen ze dus bij die professor waren geweest met die uh, die die super serum had gemaakt dat hij die professor neerschoot en dat daarna heel die dat dat die die die, die, die container op werd geblazen. Ja. Ging hij er door. Want toen dacht ik oh, man, And... Dat was ja. Baron Zemo. Dan gaat hij er vandoor en dan gaat hij ook tegen hun werken. En ik vond het net zo leuk. En hij kwam dus terug in die vette sportauto. Die retro-auto. Ik heb geen verstand van auto's. Ja, oude oude, en, uh, oude auto. Dan kwam hij hun oppikken. Toen dus dacht ik: Yes. Het gaat nog even door. Dus ja. dat. Uh, ik, het mag voor mij ook gewoon zo blijven. Ja, nou ja. En het, ik vind het ook leuk dat het gewoon het is wat het is. Weet je wel. Het is niet super. Er zal nog wel wat intrige in zitten en al die shit. Ja. Maar het is niet veel dieper dan dat, dat, wat het nu is. En dat vind ik in dit geval. Heb ik daar helemaal geen problemen mee. Want nee. ik vind het gewoon leuk om die acteurs te zien acteren. Ik vind het leuk, de alle easter eggs. Of tenminste, het zijn niet eens easter eggs. Het is gewoon van, ze gaan naar Amripour. En ze breken Baron Zemo uit. En ze, het zijn allemaal dingen die we allemaal een beetje kennen. En af en toe een keer hebben we gezien. Hè? Super spoiler. Dat Wakanda er nog even in zit, weet ja. je wel. Dat vond ik echt fucking vet. Toen dacht ik echt van, ja, oké. Okay, dit is wel, dit wordt echt vet. Ja. Ik ben hier zo benieuwd naar waar dit naartoe gaat. En niet van, oh-oh. Ze kan toveren en dan zijn mysteries en raadsels. Nee, Wakanda komt ook even langs. Die willen Baron Zemo hebben. Daar dacht ik van, oh man. Nou, toch, het is oh. Een, je bent, denk ik, eerder echt nieuwsgierig naar het verhaal. Ja. Wat er echt direct nu gaat gebeuren. Waarbij je misschien bij One Vision nog ja. wow, deze theorie en wat klopt. En, en ja, ja, ja. Hoe denk jij uh, dat? Weet je, Bucky lijkt heel erg spijt te hebben, heeft dat lijstje met, ja. met mensen, eh, zijn boetedoening, ja. of aan wie hij excuses moet aanbieden. Maar het moment dat hij weer gaat vechten, ja, dat ja. hij dus eigenlijk een beetje undercover gaat, ja. Semi, dan lijkt hij daar niet te heel veel problemen mee te nee, hebben. Nee, oké, okay, maar dat, is, dat zijn criminelen die hij dan doodmaakt. En eerst maakte hij gewoon ook vijanden van, van Rusland dood. Toch. Eerst maakte die good guys dood en nu de bad. Guys. Nee, dat, dat is ook wel zo. Maar ik kreeg een beetje het gevoel, want Falcon vraagt dan van, hey gaat het wel? En doet hij ja, prima. Het idee. Ja, dat ja hij, nou goed. Ja. Het zou me niet verbazen als hij ergens een beetje innerlijke strijd krijgt. Ja, nou, dat toch Dat hij dat kan, kant dat hij toch weer de de, spijt krijgt. Sorry. Oh, oh nee, je dacht dat ik iets. zo. Nee, maar nee. Um, ja, nee, ja, dat 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 is inderdaad zo. Maar hij vond het ook... Want hij moest ook even overgehaald worden om het te doen. Hè? Van, ja, je moet wel weer even die oude rol gaan spelen. Vroeg me ja. in Ja. Ja, maar echt zo een beetje... Oh. Best wel last minute. Ze weten niet waar ze naartoe gaan. Ja. En als ze landen en ze stappen in die auto... Dan is het een beetje van... Oh ja, trouwens. Uh, dit is jouw pak. Jij bent deze persoon. En jij moet doen of er niks aan de hand Weet je wat ik cool vond aan Amri Poor, trouwens? Dat dat een soort van... Dat is da, een land, en dan kun je alles van zeggen. Het stinkt hier, zei hij zo. Ja, yeah, that's Amri Poor. zei hij zo. Ja. Als je dat over weet ik veel. Frankrijk. Uh, ja, hebt. dat het. het Parijs zeg, hij is van, oh, fuck, Parijs is de mooiste stad op aarde. Nou, het stinkt wel. Ik zei, ah, oké. Okay. Maar, maar daar gaat ja. het niet om. Maar ze kunnen, en ook is het gewoon lekker, alle rassen, allerlei, alle geslachten wonen daar. Amripoor <laughs> is gewoon, daar kun je alles mee doen. Iedereen mag doodgeschoten worden daar, het boeit allemaal geen reet. Ja. Ze wonen daar allemaal lekker met z'n allen door elkaar heen. Ja, ik vond het uh, heel vet. Ik vond het sowieso ook. Het zag er cool uit. Het zag er cool uit. Het was ook super groot opgezet. Nou, dat vond ik wel het enige wat ik een beetje jammer vond. Dat ze echt van, ze kwamen zo aangereden. Ah, oh, we gaan naar Amripoor. Wow, die stad. Skyline. Sky, ja. Super vet. En dan gaan ze naar. Komen ze aan. En dan zit je weer. Dan zie je gewoon weer dat het in de studio is opgenomen. Tussen die containers en dunne steegjes. Ja. En zo. smalle steegjes, sorry. Sorry. <laughs> Toen dacht ik echt weer van, oh ja. Veel budget hadden ze daarna ook weer niet meer, weet je wel. Er is even wat geld gestoken in het model van Amripoor. Wat... Wij zijn het er steeds niet over eens. Hè? We zijn er niet helemaal over uit of Amripoor nou al een keer in de oh, ja. MCU zat. Ik dacht in Black Panther of in Age of Ultron, maar dat weet ik niet ah, het is um, ik, ik herkende het uit de, een Black Widow-comic die ik heb gelezen. Ja. Uh, de, waarvan ik de naam even ben vergeten. On something, something. Black Widow Goes to Amripoor. <laughs> ja. Um, en daar is het een stad, een beetje waar alles kan. En criminelen gaan daar naartoe, een beetje een groot piratenparadijs. Ja. Uh, wij dachten inderdaad, zei je, dat dat de plek was waar het casino uit ja. Panther is. Ja. Dat schijnt Korea te zijn. Uh, en Google levert ook niet heel veel meer hits op dan Falcon en Soldier. We zullen het nooit weten. Nee, totdat Kevin Feige over tien jaar zegt: Ja, <laughs> nee, we hebben al die tijd bedacht dat het. Black Panther. Whatever. Hey, wat denk je dat. Uh, in hoeverre Wakanda hier nou een rol in gaat spelen? Um, ik weet het eigenlijk niet. Want Waarom moet... is zij daar? Nou, zij zegt: Ik wil Baron Zemo hebben, zegt zij. Oh ja! Nee, dus... ja hij is natuurlijk verantwoordelijk. Ik lul maar wat. Ik ben onwijs vergeten wat. Baron Zemo heeft gedaan, waardoor Wakanda hem wil hebben. Ja, nou, volgens mij, volgens mij, dat weet ik ook niet. Want ik ken Baron Zemo dus alleen maar uit Civil War. En volgens mij is Wakanda daar niet eens... Oh, natuurlijk wel. Hij heeft de koning toch vermoord? Nou... Nah, dat is toch het oh ja, ja, tuurlijk. Oh, oh, wat oh, wat, nou, wat, wat ja. zitten we dan met onze geek-podcast? Ik dacht wel even dat het... Dat <laughs> Dat Bucky dat nog geweest zou zijn. Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, uh, nee, maar dat uh, Bucky nee, is. Dan... want Bucky is dan al de good guy, zeg maar. Want die is dan undercover. Ja. Die wordt de good guy aan het eind van Winter Soldier. Yeah. Nee, aan het begin van Civil War. Ja. Whatever. En ze, sterk nog ze zeggen in deze aflevering zegt Falcon nog van ja, nee, je moet Baron Simo niet weet je Wak Wakandians uh, wouldn't be happy with that of ja. zoiets. Ja, omdat hij uh, King Chitaka. Heeft vermoord. En andere mensen. Waarschijnlijk wel, maar ja. Falcon heeft ook mensen vermoord. En de Winter Soldier heeft ook redelijk wat Niets mensen vermoord. weet je ook. Nou. Nee, ik ben heel benieuwd. Er gaan geruchten. Uh, een heel hardnekkig gerucht is dat er in aflevering 5 een hele grote cameo komt. En. Um, ik. Ik denk. Maar ja, goed. Ik dacht ook dat Doctor Strange zou verschijnen in WandaVision. En dat is ook niet waar gebleken. Maar ik denk dat we Black Panther. Dat dat misschien de laatste verschijning van. Chadwick Boseman is. Dat hij een snelle cameo heeft opgenomen. Misschien dat zien we hem op het scherm. Weet je wel dat hij mevrouw het Wakanda. King T'Challa, help us. En dan zit hij. Zegt hij: Ik kan niet komen. Ik heb het veel te druk. Zoiets zal het wel zijn. Maar doe dit en dat. Want. Falcon en Winter Soldier is nog opgenomen. Voor het overlijden van. Tenminste, voor corona. Ja. Dus het is in twee stuk opgenomen, voor de lockdown, na de lockdown daar. En uh, volgens mij, uh, Chadwick Boseman leefde nog toen ze, toen ze begonnen waren aan Valken en de Winter Soldier. Dus het zou best kunnen dat hij nog een kleine, maar coole cameo zou ja. hebben daarin. Dat zou ik, echt super vet zijn. Ik zou het heel vet vinden, gebaseerd op WandaVision. Uh, moet ik denken aan wat Paul Bettany zei van, ja, wow, nee, ik ja, heb samengewerkt. Uh, en iedereen dacht, ja, oh. Uh, 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 en toen was hij het zelf. Ja, uh, Vraagst is het ook Paul Bettany. Ja, again, weer fishing. Uh, ik heb nu al genoeg fishing gehad. Ja, ik denk dat doordat die chick van, uh, uh, uit Wakanda erin zit, van de guards, of hoe die ook heet, um, het zou het best wel kunnen. Ja. Nu zou ik het logisch vinden. Dan ja. zou ik niet zo snel weten wie het, wie het anders kan zijn. Batman. Dat zou echt super vet dat zijn. Dat zou nooit iemand zien aankomen. Denk je, hebben we wel eens de vraag gesteld op wat voor termijn. Of en op wat voor termijn we Chris Evans weer zien? Nee, er zijn wel volgens mij al meerdere berichten dat hij heeft gezegd dat hij wel bereid is om terug te keren. Uh, in hoe of wat. Hij doet sowieso volgens mij de stem van CAP in de tekenfilm oh, van if. What If. Oh, ja. Maar ik kan me voorstellen, wat was het gerucht nou? Oh, wat was nou een van die laatste dingen die ik daarover had gelezen? Er komt een, volgens mij een Disney Plus serie waarin hij schijnbaar een gastrol zou hebben. Maar ja, weet je. Ik denk eigenlijk dat ze dat niet moeten doen. Nee. Of Old Man Steve. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Dat ze die nog terug laten komen. Maar ze moeten niet Chris Evans als Captain als America is in Prime. Nee. Dan, dan, als ze straks ook al Tony Stark terug laten, zouden laten komen. Dan is het allemaal nergens voor geweest. Weet je wel. Het ja, endgame is heeft dan geen purpose meer. Nee. Nee, dat is waar. Oh. Wat me ook... Dat schiet me ineens te binnen. Ja. In de vorige aflevering ik ben nu zijn naam weer vergeten, maar dan gaan ze naar die donkere gast toe ja. die ook een supersoldier of ja. die het serum heeft gehad. Die zegt: oh ja, ik ben uh, de CIA is bij me geweest en die hebben bloed van me genomen en ik moest bloed afstaan in onderzoeken. Ja. En negel, dus die professor nu zegt: van, ja, nee, we hebben zo lang geleden hebben wij bloed van iemand genomen. Oh, ja, dat, ja. dat zal lijkt mij dezelfde persoon. Dat denk zijn. ik ook. Ja, ja, ja. ja. Wat vond je trouwens van de Flag Smashers die in één keer... Ik heb dus, hè, vorige week verteld ik dit in de podcast, uh, dat, um, dat dat interview met die showrunner. Yeah. En volgens mij, een van de dingen die hij ook zei, is dat het, deze serie gaat ook vooral het grijze gebied laten zien. En dat, dat zien we nu al. Dat zien we met Bucky, dat zien we met Simo. dat zien we met Sharon Carter. Uh, het zijn allemaal figuren die... Er zijn niet echt super good guys, super bad guys. En ik vond juist in deze aflevering dat ook de Flag Smashers in een keer positief in, in beeld werden gebracht. Ja. Oké, ze bliezen volgens mij. Die ene is blies wel een gebouw op. De, de dat de weet je die vrouw uit solo die blies dat gebouw op met al die soldaten erin, ja. met die terroristen wat waren het. Ze zei van oh dat is mensen verdienen het. Of, ja, ja, het. Volgens mij waren dat gewoon politieagenten. Dat, of maar zo, toen zei die, die andere flexmasher zei van nee maar dat zijn gewoon mensen. Bla bla bla. Ja. Dat vond ik wel. Ook daar weet je wel. Zij hield best wel een overtuigend betoog over. Toen zij daar binnen inbraken en al die supplies meenamen. Ze zeiden, ja. jullie hebben dit gewoon. Dan zijn mensen die het nodig hebben, dit en dat. Dus ik vind dat ze het heel slim doen. Dat, dat, je, hè, dat, je, dat het nog steeds niet helemaal zeker is welke kant het op kan gaan. Ja, Want hè? ik zou het... Straks wordt het natuurlijk ook super dat er een confrontatie komt tussen iedereen. Tussen de Flag en de good guys, zeg maar. Ja, moeten de Flag Smashers dan helemaal kapot worden gemaakt? Of, of volgt er een goed gesprek? Ja. Of uh, worden ze op de vingers getikt? Ja, weet je? Ik, ik ben gesprek. heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja, dus het is dat... natuurlijk, want zij is volgens mij de baas. Ja, ja lijkt het wel op. Toch? Hè? Ja. En al zij maakt die vermoord die mensen. En haar hulpje, ik weet niet hoe hoog die is in rang, maar ik gok dus lager ja. dan zij, ja. zegt van ja, nee, maar je vermoordt die mensen. Komt het op neer: je vermoordt ze en dat doen wij helemaal niet. Of ja, waarom precies. zou je dat doen? Ja. Dus volgens mij is het over het algemeen het idee van hun dat je dat je dat niet doet. Ja, precies. In ieder geval geen onschuldige. Ja. Dus, ja, ik, ik. Weet je, Robin niet ik mijn... Ja, ja, toch? Ja, Want dat was dat, dat ook wel. met dat geld wat gestolen werd in die eerste aflevering. Uh, ja, ja, waar, waar uh, dat dat hulpje van ja. van, van Falcon, uh, ja. bij is. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil. Zou je die gast uit aflevering 2 terug willen zien, die Aldi? Ja. In, in old, pak. old super. Ja, en dan uh, een heel oud pak. Dus zeg maar wat ja, hij droeg ja. toen in de jaren 40. Dat lijkt ja. me best wel. Dat, dat lelijke pak van Captain America, wat hij ah, ja. in die in die propaganda Ja, dat, 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 uh, dat zie ik allemaal. Ja, en je ziet een beetje de organisatie waar de nieuwe Cap voor werkt. G, C, whatever. Ja. De Oh ja, ja, Rebuild, ja, ja. ja, ja hij kwam niet zoveel in beeld hè, deze aflevering. Helemaal aan het einde. Dat ze achter, uh, helemaal aan het begin. En, oh nee, dat vond ik trouwens ook nog een stukje. Dat ze in München waren, dat was halverwege. Ja. Dat die gast hem zo in zijn gezicht spugen. En toen zei hij zo: Do you know who I am? Ja. Zo, het, ja. het, het, dat vond ik heel goed. En toen zei hij: I do and I don't care. Zei hij zo. Ja. En toen, Want dat was die dude die waren de Flag Smashers ja. de vooravond. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, ik, vond het heel, ik ben echt ook, ook hè, weer een voorbeeld van zo'n grijs gebied figuur, die nieuwe Captain America. Heel ja. interessant. Het, gaat, het wordt heel interessant. Het kan alle kanten op gaan. Ja. Ik vond het gesprek met zijn zus cool. Ja, ja, dat ja. Hij dus, oh, bij die, die, oh, ja, ja. Ik nee, doe het op speaker. Toen dacht ik heel van, oké, okay, nou, ik vind het ja, best een in, ja. extreme set voor mensen met wie je ja. een zakelijke deal hebt, dat er één wordt gebeld. Ja. Dat kan. Ja. Nee, op speaker. Het kon niet gast met dat geweer achter me staan. En toen deed hij best wel, best wel hard en kort tegen zijn zus. Ja. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, je kunt het interpreteren als een soort van drugsdeal. En ja, um, ja dat dacht ik. Dus get that money. Zoiets. Ja. En dat zij uiteindelijk zegt, Sam. En dacht ik, oh nee. Ja. En toen werd die chick ge gepopt. Ik vond dat heel cool gedaan. Ik vond sowieso heel die, die intro scène dat zij naar die club toe gingen. En dat hij als die soort pimp uh, ja. was verkleed. En uh, dat hij dat, dat slangen ding moest uh, opdrinken. Dat hij altijd zei, mm, My favorite. <laughs> ja, ja. <laughs> wat ja, het ik het heel wel. grappig Ja, Ja, was echt heel goed. Oh man, ik heb zin in de volgende aflevering. Ja. Ik, omdat je zei, een beetje, de, 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 uh, het, het racisme van Baron Simo. Dat hij. Weet je, alles wat hij zei, dat was echt al een goed punt. Ja, ja, ja. ja. Want Velken draagt die hele kleurrijke kleding. Hij dus van, oh, ja. ik zie eruit als een pimp. Waarop Simo zegt van, oké, okay, ja, maar waarom, volgens mij zegt hij: waarom denken jullie? Of waarom ja. denken zwarten? <laughs> dat als iemand. ...goed en stijlvol <laughs> ja, gekleed is... ...dat het dan een pimp is. En toen dacht ik, oh, ja, dat is... ...ik bedoel, Velken doet het zelf meteen... ...in plaats van, hé, hey, je bent iemand met geld of whatever. Ik vind Daniel Bruhl een leuke acteur. Ja? Hij, ik, in Glorious Bastards vind ik hem ook heel, uh, heel cool. Dat hij wordt uh, verliefd uh, op dat meisje... ...die Sushanna. ...waarvan Hans Landa aan het begin... ...heel de familie uitmoedt. Maar goed, dat is weer voor een ander. Ja, een pot. Ja, andere film. Ik vind Heb Daniel je Alienist was... gezien? Nee. Nee, nee, nee. Ja, dat, ik denk dat je dat al... Ik durf nu na drie weken wel weer een soort van tip te geven naar woens. Ik denk dat je dat wel cool vindt. Oké, okay. ja. Nou, ik vind die tijd ook wel cool. Een beetje dat victoriaans. Victoriaans. Ja ja. ja. ja, dat dat is het ook. En hij zit er heel veel in. Ja. Hij acteert heel goed. Hij is een stukje minder sympathiek. Ja. Dat maakt niet Dan uit. Hij nee, maar... kan, ik, ik vind het cool als, uh, als, als een Duits acteur een bad guy speelt. Dat is altijd wel cool. Toch? Ja. Dan is het dat al zie gauw. zie je niet zo vaak. Nee, nooit eigenlijk. <laughs> Weet je wat je ook niet zo vaak meer ziet? Picard, de serie. Ja, nou. Uh, daarover uh, gesproken. <laughs> toevallig. Uh, Wij hebben Melvin. van uh, Dutch Filmworks iets heel cools gehad. Voor jullie. Namelijk Picard seizoen 1. Op Blu-ray. Eén van de... de oh ja. Special effects. Anders reflecteert het raam misschien. Oh ja, dat is oké. Okay. Oké. Um, wij hebben hier super goed over nagedacht <laughs> wij gaan hem verloten onder al onze kijkers en luisteraars en het enige wat je hoeft te doen de enige twee dingen die je moet doen um, is ons vertellen wie je favoriete Star Trek kapitein is en waarom en je antwoord uh, dat mail je ons ja, naar nou, shakegeek at gmail.com ja, en dan laten we volgende week uh, maken we de winnaar bekend Zie je? Heel goed ingestudeerd. Super goed ingestudeerd. Ik ga het ook nog een keer doen voor de luisteraars straks aan het einde van de normale podcast. doen ja. we nog even een keer een recap. Ja. Recap. <laughs> hey, nice. <laughs> maar goed, hey, uh, wij gaan verder met de audioversie van SheGeek uh, Luister naar ons uh, via audiogeeks.nl of je favoriete podcast-app. Wij zijn SheGeek C-H-E-Z-G-E-E-Q-U-E. Uh, volg ons op Facebook en Instagram. Stuur vragen via shagik.themail.com. En uh, tot de volgende keer. Ja. Bedankt. Alweer. Doei. Doei.